ben gevraagd om vanmiddag even op het politiebureau te komen voor een gesprekje. Zoals ik je net ook al vertelde, zei Joel. Hij gaf de schroevendraaier nog een extra draai en liep daarna terug naar de bar om de volgende haak te halen. Hij bleef zo kalm mogelijk om zijn dochter niet nog bozer te laten worden. Ook hij begreep er niks van. Waarom moest hij komen? Het huis van Douwe en Caroline was bijna een week geleden in vlammen opgegaan. En nu kwam de politie bij hem. Wat had hij gedaan? Nee, er was toch inderdaad de ambitie om feel-good romans te gaan schrijven en misdaadromans. En ja, dat lukte. En daar ben ik heel blij mee. Ik zag dat je heel veel boeken geschreven hebt, ook romans. Maar er is er één uitgesprongen. Welke is dat? Dat is Na die nacht geworden. Ja. Na die nacht. En was er een aanleiding om dat boek te schrijven? Ja, eigenlijk wel. Het was geen leuke aanleiding. Ik heb op 15 augustus 2014 out of the blue 3 herseninfarcten gehad. En dat was een stressvolle periode. Paniek natuurlijk van wat gebeurt er, want we hadden geen idee wat er aan de hand was. Ik heb 24 uur op de stroke unit gelegen. En tijdens de laatste uren hadden we toch wel zoiets van, maar kan ik eigenlijk nog lezen? Kan ik nog schrijven? Want dat zijn toch dingen die, dat is niet vanzelfsprekend. En op het moment dat ik wist dat dat nog lukte, had ik zoiets van, maar hier moet ik iets mee gaan doen. Want dit gebeurt je en je weet niet waarom. Het is een waarschuwing. Proberende zoveel mogelijk mensen warm te laten lopen voor feel-good romans. Ze niet te laten denken dat het keuken- en meidenromannetjes zijn, want het is absoluut niet zo. We hebben een geweldige groep auteurs. Grote namen daarbij. Gerda van Wageningen, José Vriends, Simone Foekens, die vorig jaar de Valentijnprijs heeft gewonnen. En we hebben prachtige boeken. En alleen al op de longlist te staan. Elk jaar worden er een groot aantal boeken genomineerd. Die komen op de longlist te staan. Dat is al een heel grote eer. Ja, het is een prestigieuze prijs, begreep ik. Ja, absoluut wel. Voor ons in ieder geval wel.